Iemand die zich hard maakt voor de rechten van sekswerkers op de Wallen is Mariska Majoor. Zij heeft het prostitutie-informatiecentrum opgericht waar ze voorlichting geeft over het vak. I've been around. Hoi. Wat is het doel met deze stichting? Wat hoop je te bereiken? In plaats van dat ze een prostituee zien als slecht of als zielig, zijn ze na een gesprek eerder in staat om het wat positiever te zien en te denken van, nou verrek, ja, dat is iets waar je voor kunt kiezen. En het is helemaal niet zo dat als je in het vak zit en je werkt op de Wallen in Amsterdam, dat je de deur open moet doen voor iedere geile idioot die voorbij loopt. Mariska geeft workshops achter het raam zitten, met als doel meer begrip te kweken voor de prostituee. En ja, ik moet er ook aan geloven. Oké. Het is een hoge kamer, hè? Ja. In de zin van, hij zit niet op straat. Nee. Wat mij betreft blijft deze deur lekker open. Maar ik denk dat we één grote probleem hebben. Ik heb een onderbroek aan, geen BH. En deze jurk is een beetje christelijk als roer. Nee, vind ik niet. Nee? Ja, kijk, ik kan hem iets omhoog trekken. Lieve schat, ik zeg altijd, zelfs in een Eskimo-pak kun je geld verdienen. Oh, okay. Wat jij moet doen is je sexy voelen zo meteen. Oh ja, oké. Nou. En dan gooi je dat allemaal een beetje omhoog en dan gooi je dat een beetje open. Ja. We kunnen deze gordijnen dicht doen. Dan ziet niemand de camera. Dat lijkt me beter, want... Ja. Oké, dus ik ga hier nu zitten. Ja. En dan, ja, jij moet me coachen. Ik heb echt gewerkt waar geen idee. Rokje een beetje omhoog. En nogmaals, het maakt niet uit wat je aan hebt. Ik bedoel, je bent een sexy vrouw. Je moest dat voelen. Je kijkt goed naar de mannen op straat en je zoekt er eentje uit waar je nu alleen nog maar op oefent. Dus je hoeft je niet voor te stellen dat je daar ook seks mee gaat hebben, maar je moet iemand zoeken waarvan jij denkt van oké, die wordt niet boos als ik dit spelletje met hem speel. En misschien dat ik me er zelfs nog iets bij voor kan stellen. En op dat moment moet je bij jezelf ook iets zien te vinden waarmee je hem kunt verleiden. Dat kunnen je ogen zijn, je kan iets met je mond doen, je kan iets met je benen doen. Je kan een decolleté in de strijd gooien. Je maakt oogcontact met hem en je zegt van, kom binnen. Oh god, komt heel naar boven. Boos worden als je een camera... Hi! How are you? Hi, I'm good. How about you? Well, sorry. Half an hour, 1 hour, or what do you like? In my case, half an hour is 300. Half an hour? Yeah. How much? 300. Come on, you're joking. No, much. I'm very expensive. You are? Yeah. You are very nice looking. Very good. Yeah. 300 is too much. Give me a kiss. I'm not going to give you a kiss. Thank you so much for you. Thank you for the time. Welcome. Nou, vond hij een beetje te veel. Ja. Ik zit hier natuurlijk pas heel kort. Maar wat ik wel nu al voel is... Kijk, het spelletje is wel grappig, want je volgt iemand. En het is toch een beetje of het gaat lukken, dat soort dingen. Maar ik heb wel ergens iets in mijn gevoel dat ik denk... oh ja, dus jij denkt dat je geld gaat geven en dat je dan mijn borsten te zien krijgt. Ben je helemaal gek geworden. Ik word er ook een beetje agressief van. Want voor mij is dat mijn lichaam en dat seks dus echt iets wat ik niet kan ruimen met geld. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk ook, ik wil eigenlijk ook een middelvinger opsteken. Dat ik hier zit en dat ik denk, flikker op, kijk naar jezelf. Maar ja, zo ga je natuurlijk nooit geld verdienen. Maar ja, daarom heb ik ook een andere baan gekozen.